Tussendoor, René, Johan, ja. Wie is dit? Waar? John, deze man. Ja. Kijk even mee, kijk, zien wie het is? Het was van de carnaval, er waren al veel mensen in Oudewater die zich hadden verpletterd. Johan Derksen. Het is iemand die Johan nadoet, maar wie is het? Kijk eens goed, René. Ik heb echt geen flauw idee. Het is een trainer in de Eredivisie. Trainer in de Eredivisie? Mario Been? Nee. Maar het is niet bij zo'n hele grote club. Bij zo'n club waarvan Mario Johan... Been? Nee, ja. Oh, nee, niet Mario Been, nee, maar... William Vloed. Nee. Je had het kunnen doen, nee. Het is Alex Pastoor. Oké. Okay. Ja? Zie je het of niet? Ja, maar er wordt in Rotterdam geen carnaval gevierd. Heb je er echt voor lul gelopen? Is hij gewoon in Rotterdam zo door de stad gaan lopen? Nee, hij is naar Breda gegaan. Oh, oké, okay. Ja. Nee, dan in Breda wel. Ja, maar ja. In Rotterdam wel. Ja, joh, hè? Heeft hij er veel succes mee gehad? Ja, hij schijnt echt een paar pakken voor zijn leven hebben moeten rennen. Maar hij heeft er inderdaad mee gescoord. Maar ziet u wel... Dat is nu het laatste wat ik aan zou denken om als Wilfred Gené verkleed aan het carnaval te gaan. Maar ja, maar ik hou niet van carnaval. Geschopt als mensen in, tijdens dus, carnaval... Er waren bij mij in dat dorp, nee, ik moet stadje zeggen, er waren een stuk of wat. En die, dan gaat de bel 's middags en dan bellen ze aan en dan staan ze op de stoep. En dan sta je toch even raar te kijken. Maar krijg jij daar geld voor als ze een Johan Derksen pruik verkopen of niet? Nee, nee, ik krijg hier blijkbaar nergens geld voor, John. Dat zou wel zo'n een goede manager. Ja. Het zou zo'n Ruud Gullit hype kunnen worden natuurlijk, met al die pruikjes die verkocht werden in 88, dat ze van die Johan Derksen pruikjes gaan verkopen. Ja. Misschien moeten we dat zelf met zo'n sonor, die kan je er zo bij hangen natuurlijk, dus geen probleem. Ja.